In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij altijd met u. Een bijzonder welkom aan ieder van u. Of u nu hier bent als een van onze medewerkers of meeviert via de televisie. Welkom nu we de liturgie vieren van de kerstnacht. Een heilige nacht, omdat er een ongekend wonder is geschied. De Zoon van God, Jezus, is geboren. God heeft een mensengestalte aangenomen, is geïncarneerd in het vlees om ons nabij te zijn en ons te verlossen. Die nabijheid is heel bijzonder. Een God die zichzelf klein maakt en op deze aarde komt om ons te bemoedigen. Die nabijheid en bemoediging hebben we hard nodig in deze moeilijke tijd. Door het uitbreken van het vermaledijde virus zien we elkaar minder, zijn sociale contacten geminimaliseerd. Velen van ons voelen zich eenzaam en stellen we ons de essentiële vragen van het leven. Juist nu, midden in de pijn van het leven, komt God ons bezoeken. God is tastbaar in deze kerstdagen. God komt tot ons als een klein, breekbaar persoon in de armoede van het bestaan. Daar schijnt het licht. Broeders en zusters, wij mogen dat licht ook in ons hart laten schijnen. Daarover mogen wij vertrouwen op de barmhartigheid van God die ons graag vergeeft. Vragen wij vergeving over alles wat misging, opdat het licht van de komst van Gods Zoon in ons hart mag schijnen. Laten wij daarom samen de schuldbelijdenis bidden. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Thank you.
Laat ons bidden. God, schepper en verlosser van alle mensen, volgens uw beschikking heeft uw woord het vlees aangenomen in de schoot van haar die altijd maagd is gebleven. Luister in uw goedheid naar ons gebed. Laat uw enig geboren zoon, die ons menselijk bestaan heeft aangenomen, ons nu opnemen in zijn goddelijk leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest God, door de eeuwen der eeuwen. De eerste lezing is uit de profeet Jesaja. Het volk dat in het donker wandelt, ziet een groot licht. Een licht straalt over hen die wonen in een land van doodse duisternis. Gij hebt hun vreugde vermeerderd, hun vreugde vergroot. Voor uw aanschijn zijn zij vol vreugde. Een vreugde als die om de oogst. Als die van mensen die jubelen bij het verdelen van de buit. Want het juk dat zwaar op het volk drukte, de stang op hun schouders en de stok van hun drijvers. Gij hebt ze stuk gebroken als op de dagen van Midjan. Want een kind is ons geboren, een zoon werd ons geschonken. Hem wordt de macht op de schouders gelegd en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst. Een grote macht en een onbeperkte welvaart zullen toevallen aan Davids troon en aan zijn koninkrijk, zodat het gegrondvest zal zijn en stevig gebouwd op recht en gerechtigheid, van nu af tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer der hemelse machten brengt het tot stand. Woord van de Heer.
De tweede lezing is uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus. Dierbare, de genade van God, de bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen. Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerte te verzaken en bezonnen, rechtvaardig en vroom in het te leven in deze tijd, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle ongerechtigheid te verlossen en ons te maken tot zijn eigen volk, gereinigd van zonde, vol ijver voor alle goeds. Woord van de Heer. De Heer zij met u. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op. En omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl ze daar verbleven, brak het uur aan waarop ze moeder zou worden. Ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. In de omgeving bevonden zich herders, die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen en ze werden omstraald door de glorie des Heren, zodat ze door grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn. Ge zult een pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare. Ze verheerlijkten God met de woorden: eer aan God in den hoge, en op aarde vrede onder de mensen in wie hij welbehagen heeft. Woord van de Heer. Beste mensen, ik herinner me nog goed een kerstviering van alweer een paar jaar geleden. Het was een peuter- en kleuterviering, toen nog in de Sint-Petersbandenkerk in Son. En het was echt gewoon een hele leuke viering. De kinderen zaten allemaal rond de kerststal op de grond op een grote mat. We hebben uit volle borst kerstliedjes gezongen, kon toen allemaal zomaar. Kaarsjes aangestoken, met alle kinderen samen het kindje Jezus in de kerststal gelegd. En natuurlijk ook het kerstverhaal voorgelezen. En toch kregen we meteen na de viering commentaar.
Er kwam een jongetje van een jaar of vier naar ons toe en die zei zo met zijn handjes in zijn zij: datzelfde verhaal hebben jullie vorig jaar ook al gelezen. En hij had natuurlijk gelijk. Ieder jaar met Kerstmis vertellen we in de kerk datzelfde oude verhaal. En je zou zeggen dat we wel een keer gaan denken, net als dat jongetje van: ja jongens, nou weten we het wel. Maar zo is het dan toch ook weer niet. Het mooie aan dat kerstverhaal is eigenlijk dat je er telkens weer iets anders in beluistert. Al naar gelang de omstandigheden vallen je andere dingen op. U weet misschien nog wel, een paar jaar geleden, toen stond hier vooraan in de Martinuskerk zo'n grote boot met Maria en Jozef en het kindje Jezus erin. Bijna dagelijks lazen we in dat jaar in de krant over vluchtelingen die met een klein bootje vanuit Afrika probeerden te vluchten. Maar we zagen ze liever gaan dan komen. Er was geen plaats voor hen. En in het kerstverhaal viel ons ineens op dat er voor Jozef, Maria en het kindje dat geboren moest worden ook nergens plaats was in de herberg. En toen de hele wereld weer werd opgeschrikt door terroristische aanslagen en de angst onder ons overheerste, hoorden we in dat jaar de engelen zingen van vrede op aarde. En toen we er niet meer omheen konden dat er ook in Nederland echt wel armoede bestaat en de voedselbanken als paddenstoelen uit de grond rezen om de ergste nood te lenigen, toen zagen we in dat oude verhaal dat de eersten die het goede nieuws van God hoorden van die arme herders waren. Naar hen ging Gods aandacht het allereerste uit. Waar het hart van vol is, daar loopt niet alleen de mond van over. Dat bepaalt ook onze manier van kijken. Waar we naar verlangen, dat horen we terug in dat verhaal van Kerstmis. En dat kan dus ieder jaar iets anders zijn. Als thema voor Kerstmis kozen we als pastoraal team dit jaar voor gezelligheid, geborgenheid, familie. Het staat ook op die kaarten die we lieten maken voor de schoolkinderen die naar de kerststal zouden komen kijken. Dat waren er niet zoveel dit jaar, maar dat mocht allemaal niet meer. Maar gezelligheid, geborgenheid, familie, het is wat we missen in deze dagen. Premier Rutte die was vast graag een engel geweest met een vreugdevolle boodschap voor het hele volk. Maar hij had de onaangename taak om een lockdown af te kondigen. En dat nog wel net voor Kerstmis, waarbij we hadden gehoopt op wat meer ruimte voor gezelligheid met vrienden, geborgenheid bij mensen van wie we houden, samen zijn met familie. Het zit er niet in dit jaar. Zelfs de kerstvieringen komen gewoon te vervallen, of zijn in ieder geval ook heel anders, met een handjevol mensen, mondkapjes voor, geen samenzang en alles op ruime afstand van elkaar. En het meeste via televisie of internet. Maar dan horen we toch weer dat verhaal van Kerstmis. En misschien dan toch ook weer met andere oren. Wat we nu mogen beluisteren in dat oude verhaal is natuurlijk niks nieuws. We hebben het al zo vaak gehoord, maar dit jaar raakt het ons wellicht meer dan anders. De kern blijft: in alle duisternis laat God ons niet in de steek. Hij komt naar ons toe juist als het moeilijk is. Deelt ons hele leven met ons in al zijn hardheid. God die is niet in de hemel gebleven, hij is afgedaald naar de aarde. En dan mogen we daarin horen dat God zoveel van ons, van mensen houdt, dat hij om de wereld te redden zelfs dat harde mensenbestaan heeft willen delen. En daarbij heeft hij dan ook nog niet de gemakkelijkste weg gekozen. Natuurlijk had hij ook kunnen kiezen voor een rijk gezin, een warm thuis, een veilige omgeving, om tenslotte rustig dood te gaan, omringd door familie en vrienden. Nee, hij koos ervoor om bij de minsten te horen,
Met als gevolg meteen dat Jezus werd geboren in een stal, op de vlucht gejaagd door koning Herodes die zo jaloers was, tegengewerkt door de machtigen en tenslotte zijn lijdensweg en zijn dood aan het kruis. Zoveel houdt God van mensen dat hij dat allemaal niet uit de weg is gegaan om ons te bevrijden uit de macht van het kwaad. En het is dan ook niet voor niets dat de engelen hen daarvoor danken en zingen eer aan God in den hoge. En misschien mag ook dat een van de redenen zijn waarom wij Kerstmis willen vieren. Dat we God willen danken. Danken voor zijn liefde voor ons. Danken voor zijn zoon, dat kind in de kribbe. En we mogen dat dan weer omkleden met mooie muziek, met een stemmig versierde kerk, een mooie kerststal, allemaal lichtjes. En thuis, in klein gezelschap, met gezelligheid en lekker eten. Laten we ook ons best doen om aan mensen die het juist in deze tijd zo moeilijk hebben, wat warmte en extra aandacht te schenken. We doen dat allemaal op onze eigen manier, uitdrukking geven aan onze zorg voor de naaste. Want ook dat heeft dat kind van Kerstmis ons geleerd. Hou van God en hou van je naaste zoals je van jezelf houdt. Laten we God danken om hem en met de engelen onze lof zingen. Eer aan God in den hoge. Zalig kerstfeest voor u allemaal. Amen. Ik geloof in God, de machtige Vader. In het geloof en het vertrouwen dat wij allen welkom zijn in de stal van Bethlehem, willen wij het Christuskind onze groet brengen en bidden. Voor alle mensen van goede wil, dat heel de wereldwijde mensenfamilie door de viering van het kerstfeest mag groeien in eenheid en verbondenheid. Laat ons bidden. Alle families en gezinnen van onze ODA-parochie, dat zij in de boodschap van Kerstmis kracht vinden
om in woord en daad te blijven getuigen van Gods goedheid en trouw. Laat ons bidden. Voor de velen die zoals Maria en Jozef geen dak boven hun hoofd hebben, wij bidden om een menswaardig bestaan voor ieder mensenkind. Laat ons bidden. Voor alle mensen die deze kerstdagen moeten doorbrengen zonder de geborgenheid van hun familie, dat zij in het meeleven van goede mensen de liefde van het kerstkind mogen ervaren. Laat ons bidden. Bidden we om kracht en sterkte voor onze zieken, thuis, in ziekenhuis, verpleeghuis of bijna thuishuis. Bidden we voor onze dierbare overledenen, vandaag met name voor Jan van Driel, overleden familieleden, familie van Bree, Ton en Liesje van Helden Simons, opa en oma Simons van de Kamp, opa en oma van Helden van Dinten, Nicole van Ooyen van de Kamp, haar beide opa's en oma's, en tante Janine, Jan Kanters, overleden familieleden, familie Lathouders, overleden familieleden, familie van Gerve, Lathouders, Rien en Antoinette van Gerve van de Tillaard en Lenneke van Zandvoort, Piet van Hoof, Theo en Anna van Erp, Oerlemans en zoon Jan, Jan en Oda van der Heijden van Schijndel, Mieke Boudewijns Huibers, Harry Bekkers, familie Bekkers Voskens, Johan en Hanneke van Genuchten, Willemien Kwinge van Genuchten, pastor Jos Simons, Kees van den Brand, Nelly van den Biggelaar van Bokstel, Jan van de Meulengraaf, Martien van de Ven en Harry Merks, Riek van Kuik en Renders, Antoinette en Piet van den Brand van de Wetering en hun zonen Albert, Harry en Kees, overleden ouders Neggers, Lamers van Kraai, Anne en Martien van der Vleuten Hellings, Frans en Mien van Ude van Meldvoort, Tony van Erp van Eert en overleden familieleden van Eert en van Erp, Henriette van Zutphen van Zon en familie, Marietje van der Zanden Verhagen en overleden familieleden, Henk Labbermond en overleden familie Labbermond en familieleden Kooiman, Jacques van Dijk, Cor van den Hoge, Harry Schepens en zoon Mari, Jan en Mien van Hamond van de Weideven, Ties en Marie Vogels Adriaans en overleden familieleden, Miet Kuipers, Jan van Acht en overleden ouders en familie en overleden ouders Habrake en familie. Overleden ouders Stefanus en zus van de Wiel van de Kamp, dochters Lisbeth en Ton, zonen Jan, Harry en Ad, schoonzoon en schoondochter en kleindochter Angelique. Overleden ouders van de Laar Kuipers en zoon Johan. Laat ons bidden.
leggen we een ogenblik van stilte aan God voor wat er leeft in ons eigen hart. God, door de komst van uw Zoon, het licht van de wereld, verdrijft gij de duisternis. Geef dat wij hem mogen vinden en maak ons tot verkondigers van alles wat wij gezien en gehoord hebben door Christus onze Heer. Het altaar wordt nu klaargemaakt voor de viering van de Eucharistie. Uw bijdrage voor de collecte kunt u geven straks bij het verlaten van de kerk in de schalen bij de uitgangen. Voor de mensen thuis is er gelegenheid om uw bijdrage over te maken op het rekeningnummer dat u vindt op de website van de Heilige Oda Parochie. De parochie heeft uw steun hard nodig. Heel veel dank. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van onze Heer.
Heer, heilig de gaven die komen van uw kerk en geef dat wij door dit verheven mysterie worden gesterkt met brood uit de hemel, door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtig eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal, door Christus onze Heer. Profeten hebben hem geschouwd en hem voorzegd. Een vrouw die maagd en moeder was, heeft hem gedragen. Johannes heeft verkondigd dat hij komen zou en hem herkend en aangewezen toen hij eenmaal was gekomen. Hij zelf ontsteekt in ons de vreugde en de kracht om toe te leven naar de dag van zijn geboorte. Laat hij ons vinden, waakzaam biddend, vol van dat geheim, zingend van alle grote dingen die hij heeft gedaan. Daarom met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u en zingen u toe vol vreugde. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk,
sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zijn dood en verrijzenis in dachte God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus onze paus en Gerardus onze bisschop, Robertus zijn hulpbisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de heilige Oda, en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn, en u loven en eren, door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren, zij altijd met u.
Zalig die genodigd zijn aan het bruiloftsmaal van het Lam, die het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ben ik waardig dat het Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal de zonde.
Laat ons bidden. Almachtige God, nu wij gesterkt zijn door uw heilige gave, vragen wij, vervul ons verlangen en laat uw geest in ons zijn vuur ontsteken, om bij de komst van uw gezalfde als een licht te schitteren voor zijn aanschijn. Door Christus onze Heer. Tot ieder van u wil ik zeggen, vriendelijk bedankt voor het meevieren. Wij wensen u een hele mooie kersttijd toe, waarin de liefde van God de harten mag raken. Onthoud dat ieder mens bemind wordt door God en dat de goedheid van God met u is, alle dagen van uw leven. Ons pastoraal team, het parochiebestuur en de torengroepen wensen u alvast een zalig kerstmis toe. Gaan wij heen met Gods zegen. De Heer zij met u. En zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat alle heen in vrede. Wij danken God.